In Rotterdam en omgeving is de staking begonnen van het RET-personeel. De staking duurt tot 2 uur, maar de overlast kan tot 1 uur of 3 vanmiddag aanhouden. Er rijden geen trams, metro's en bussen. De werkonderbreking is bedoeld als protest tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Volgens deze plannen zou de RET 40 miljoen euro moeten inleveren. Er doen bijna 1000 RET'ers mee. De man die gisteren is doodgeschoten aan de schinnenbaan in de Beverwaard is een 27-jarige Rotterdammer. De politie is nog steeds op zoek naar de dader of daders van de schietpartij die gistermiddag rond 2:30 plaatsvond. Michel Vonk is volgend seizoen trainer bij Sparta. Hij tekent voor 1 jaar met een optie voor nog 1 jaar. Vonk speelde in onze regio voor SVV en Dordrecht 90. Ook was hij als speler actief voor onder meer AZ, Manchester City en Sheffield United. Vonk was eerder in dienst bij Sparta, maar dan als assistent van hoofdtrainer Wiljan Vloed, de nieuwe technisch en algemeen directeur voor de komende 5 jaar. Vandaag een wisselende bewolking. Vooral landinwaarts valt er een enkele bui, misschien wel een plensbui. Temperaturen een heel stuk lager dan vandaag. Het wordt slechts gemiddeld genomen een graad of 11. En er staat een matige tot aan zeekrachtige noordwestenwind.